Hyperloop van de TU Delft. Hij is in werkelijkheid twee keer zo groot, het is een schaalmodel 1 op 2. En dit kan wel eens het vervoersmiddel van de toekomst worden, want wat doet deze Hyperloop? Die raast door buizen die vacuüm gezogen zijn met snelheden van 900 km per uur. Het hele gevoel van tijd en ruimte raak je even helemaal kwijt, maar natuurlijk fantastisch als dat zou lukken. Ik ben Jocke van der Horst en ik ben student aan Industrial Design bij de TU in Eindhoven. En als afstudeerproject heb ik Onda gemaakt. En Onda is een schilderij wat de lucht kan zuiveren door middel van licht wat al aanwezig is in de kamer. En je kunt het hier zien. Het werkt iets anders dan wat we gewend zijn. Normaal gesproken hebben luchtzuiveraars die hebben een filter dat verzamelt verontreiniging. En deze nanodeeltjes die gebruiken licht om verontreiniging om te zetten in stoffen die ongevaarlijk zijn voor mensen. Met heel veel projecten nu gaan over de publieke ruimte, de straat. En vaak kijken we dan, waar wordt eigenlijk de luchtkwaliteit in ons eigen huis over het hoofd gezien. Terwijl dat juist de plek is waar we heel veel tijd besteden. Mijn naam is Marijke. Ik ben afgestudeerd op de TU Delft. Industrieel ontwerpen aan de MO. Ja, MO is een ziekenhuistransportrobot. Wat betekent dat hij verantwoordelijk is door de enorme hoeveelheid goederen die door het ziekenhuis getransporteerd worden. Met MO heb ik onderzoek gedaan naar de kennis van Disney en Pixar over hoe iets moet bewegen zodat wij het idee er direct achter snappen. En zo kan hij dus bewegen op een manier dat wij begrijpen dat hij ons gezien heeft, dat hij rekening met ons gaat houden. Of hij haast heeft, wel of niet. Of hij ons voorrang geeft, of dat hij liever zelf voor ons zou nemen. Het zijn allemaal hele kleine dingetjes, maar dingen die wel heel belangrijk zijn in een omgeving zoals het ziekenhuis. Rosalie, en wij gaan jullie iets vertellen over Smokit. Dit wat u ziet is smokking. En smokking is in principe echt al een eeuwenoude naaitechniek. Maar op deze manier zie je het eigenlijk nooit meer terug in de modewereld. Omdat het extreem veel tijd kost om te produceren en daarmee gewoon veel te duur is. Dus wat wij gedaan hebben is, we hebben het productieproces versneld. En hierin hebben wij een gedeelte geautomatiseerd. Ten eerste kunnen wij namelijk precies berekenen hoeveel stof je eigenlijk nodig hebt voor een bepaald kledingstuk. Want hier ziet u bijvoorbeeld één smokkingpatroon en hierachter nog eentje. Maar ze hebben er dus nog 1000 en die krimpen allemaal op een andere manier samen. Dus wanneer je eenmaal weet hoeveel stof je eigenlijk nodig hebt, moet je een gridpatroon zoals deze, moet dan getekend worden op de stof. Maar bijvoorbeeld deze jas, hier zit al 7 meter aan stof in. Dus stel je moet op 7 meter heel dat gridpatroon gaan tekenen, ja, dat gaat natuurlijk niemand doen, dat is geen begin aan. Dat is wat wij gedaan hebben, is wij kunnen zo'n soort gridpatronen in alle soorten en maten kunnen wij laser cutten uit hout of plastic of wat dan ook. En die kunnen vervolgens dienen als stempels. En vervolgens kunnen die met uitwasbare verf op de stof gedrukt worden. Zodat het daarna alleen nog maar gesmokt hoeft te worden. Maar het grote doel hiervan was om de oude crafts weer een beetje nieuw leven in te blazen. Dus wat we hier zo zien is toyboxing. Dat is een virtual reality boxing workout. Dus het idee erachter is dat je vroeger ging natuurlijk buiten gingen spelen met vrienden en vriendinnetjes. Dus spelen was een vorm van bewegen. En tegenwoordig merk ik ook altijd nu ik wat ouder ben dat ik het gewoon veel leuker vind om videogames te spelen. En dat is een passief iets. Zaten wij te denken, kan je nou niet iets om mee maken wat dan weer die actieve fysieke activiteit heeft, waar het toch ook een videogame is. Dus toen kwamen we op dit concept. Wij noemen het Calm Technology en het is eigenlijk een biofeedback installatie om te ontspannen. Het werkt met een hartslagsensor. Hij meet dan je hartslag en ik kijk met name naar hartslagvariabiliteit. De psychologische theorie zegt dat als je hartslag constant is, dat je dan juist heel veel stress hebt. Terwijl als die omhoog en omlaag gaat, dat dan een teken is van ontspanning. Je kan het zien, dus deze spiraal, die kan omhoog en omlaag via een mechanisme. Maar het is ook iets wat je kan trainen. Je hebt daar normaal zelf geen sensor voor. En dan krijg je een inkijkje in een stukje van je eigen onbewuste. Welkom bij de Zebro. De Zebro is een zesbenige robot. En wat we hier bij dit project doen, is we maken robots die lijken op dieren.
Dus we hebben gekeken naar hoe insecten in de natuur lopen, want insecten kunnen ontzettend goed klimmen. Nou, hoe doen ze dat? Met 6 poten die eigenlijk ronddraaien. Nou, deze robots kunnen daardoor ook bijvoorbeeld een trap van 15 centimeter hoog gewoon beklimmen. En dat maakt ze heel geschikt om in ruwe terreinen in te zetten. Wat we graag willen doen in de toekomst is bijvoorbeeld als er ergens een ramp gebeurt, honderden van dit soort robots eigenlijk autonoom loslaten en ze op zoek laten gaan naar mensen. Nou, er zijn nog wel meer toepassingen die we dan zien, bijvoorbeeld een mijnenveld vegen, het vinden van gaslekken en dergelijke. Waar we eigenlijk zelf niet willen komen, maar wel gewoon autonoom robots zullen loslaten. Hoe je de groei van botstructuren kunt gebruiken om krachten goed te verdelen en met weinig materiaal toch 3D-prints te maken die heel sterk zijn. Hier maken ze dus een algoritme gebaseerd op hoe het bot groeit. En het bot groeit op basis van de krachten die erop uitgeoefend worden. En die krachten die erop uitgeoefend worden maken dat er hele interessante structuren ontstaan die de krachten optimaal opvangen zonder dat het bot heel zwaar en dik wordt. En dat die technologie, die biotechnologie zou je haast kunnen zeggen, die kan je gebruiken in het ontwerp van producten. Wij laten hier zien dat het daadwerkelijk mogelijk is voor iedereen om tekenen nog steeds een betaalbare prijs en zonder al te veel extra moeite product op maat aan te leveren. Wij bieden hier 2 producten aan, schoenen en BH's, omdat dat draagbare producten zijn waarbij de pasvorm een van de belangrijkste eigenschappen van het product is. Uit ervaring kan ik zeggen dat het voor mij heel erg lastig is om goede schoenen te vinden. Schijnt het voor BH's ook heel erg lastig te zijn, dus vandaar dat wij daarmee aan de slag gegaan zijn. Dit is de patroontekening van een BH. Nou, waarom laat ik u dit zien? Nou, omdat die tekening dus elke keer uniek voor elke persoon is, zijn deze kleinere stukjes ook elke keer uniek voor elke persoon. En op basis van die kleinere stukjes, waarbij dit een uitvergroot stuk is, zal hem ook even rondgeven, kunnen wij via die connectoren en die gaatjes hem in elkaar zetten. Die passen dus perfect om uw lichaam heen. Nou, voor schoenen doen we het ook. Het verschil is alleen dat we bij schoenen u vragen om een foto te maken van de bovenkant en van de zijkant van uw voet. Op basis daarvan kunnen wij deze tekening maken. Dat is de buitenlijn van uw voet. Kunnen wij een volledige schoen maken. U krijgt dus een nauwsluitende pasvorm om je voet heen. En het kan eventueel zelfs voor links en voor rechts anders zijn. Smart mobility in de Brainport area. Met fietsen die zonlicht gebruiken om zich op te laden, zodat je de bekende elektrische fiets krijgt met alle grote voordelen van dien. Fietsen die via GPS heel makkelijk traceerbaar zijn en die als een netwerk samenkomen in het Brainport area. Prachtig project, Abby heet dat. Dit is het project van My Futures, een onderzoeksproject van onder andere de TU Delft. En samen met Buitengewone Zaken hebben zij deze installatie gemaakt, Meet Your Futures. Mensen die op deze stoel plaatsnemen, krijgen de vraag gesteld wat zij zouden doen als ze 130 jaar oud zouden worden. Dus eerst gaan zij uitrekenen hoeveel jaar ze dan nog te leven hebben. En op die manier worden ze getriggerd om dus na te denken over ja, wat je eigenlijk nog wel allemaal niet zou kunnen doen in je leven of in je tweede leven, derde leven. En daar gaan we eigenlijk met mensen over in gesprek. En de resultaten hiervan, de opnames, die gebruiken we vervolgens weer voor het onderzoeksproject My Futures.